Kijk, dit is die oude. Oh. Nou, en dat wordt tot 60 graden. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik ben net wakker. Dwayne is naar de kapper. En dat ruikt ook nog. En ik ging naar beneden om wat te gaan eten. En toen keek ik in de keuken. En überhaupt naar de benedenverdieping. En toen was ik even aan het beseffen dat het een enorme bende is hier. Dus mijn plan is om nu alles te gaan opruimen. Eerst ga ik natuurlijk wel even ontbijten, want dat is waar ik voor naar beneden ging. Maar ja, dat moet echt gaan gebeuren nu, want de afgelopen dagen zijn we heel erg druk geweest. Dus we hadden gewoon weinig tijd om het huis een beetje fatsoenlijk achter te laten als we naar onze afspraken gingen. En nu is de bom zo erg ontploft, zoals jullie kunnen zien, dat ik nu echt moet gaan opruimen. Dus ik ga even kijken wat ik voor mezelf kan maken qua ontbijt. Ik denk sowieso dat ik even lekker een kiwi ga eten of zo. En dan gaat dit huis, de rommel, achter mij opgeruimd worden. En ik heb trouwens nog lipstick op van gisteren. Het zit nog half op mijn lippen. Oké, goed. Opruimen, eten. Nee, eten, opruimen. Dit is mijn ontbijt geworden. Ik heb klaargemaakt mijn favoriete nieuwe ontbijt tegenwoordig. Dit is Franse kwark met Eat Natural granola. En daardoorheen zitten dan amandelen, kokosraspdingetjes en cacao. En hier heb ik dan nog aardbeien. Die combinatie vind ik heel erg lekker. Dus cacao en aardbeien. En dan heb ik hier nog 2 kiwi gold die ik straks ga uitlepelen. Dus dat is wat ik ga eten nu. Oeh, ik heb hier wat nieuwe petjes binnen. En iedereen vroeg aan mij, waar heb je ze besteld? Hier komen ze vandaan, van Dev Shop. En dit is niet gesponsord. Ik heb ze gewoon zelf gekocht. Maar ik dacht, ik ga het gelijk even laten zien. Want dit pakketje is dus net binnengekomen. Ik heb 3 verschillende kleuren. Dan ben ik gelijk klaar voor de herfst. En vooral met het regenachtige weer vind ik het gewoon chill om een pet op te doen. Aangezien mijn haar anders verlept gaat zitten. Ik heb deze. Deze is van het merk New Era. En deze is dan gewoon bordeaux rood. Dan heb ik ook een grijze. En deze vind ik ook wel tof. Met het witte logo erop. En dan nog een rode. Rood-rood, knalrood. Die vind ik ook heel gaaf. Dus dat zijn de 3 petjes die ik heb besteld. En ze zijn rond de €24 per stuk. Dus dat vind ik ook niet duur. Dus vandaar dat ik er nu dan ook wel, ja, wat meer van heb besteld. Ik heb dan nu de beige kleur. Dan deze, deze en grijs. En ik heb genoeg zwarte petten. Want ik heb van 94 natuurlijk heel veel van die zwarte met tekst erop. Zonder tekst. Dus ja, ik ben weer helemaal blij. Nissa heeft een hele rare tik. Als zij heel druk is geweest met spelen, het lijkt alsof ze dan dat water over zichzelf heen wil gooien ofzo. Het is zo raar. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Wat ga je doen, schat? Oké, Funnix aan. Oh, muziek harder, AWB, juist. En opruimen. En het huis is weer spik en span. Keuken is leeg, vaat is gedaan. Schoenen moeten nog naar boven. Bovenverdieping moet trouwens ook nog gedaan worden. Bank heb ik net schoongemaakt, afgestoft. En de kussens moeten nog op de bank terug. Kaarsje heb ik aangestoken, dus het ruikt weer lekker. Ik moet ook alleen nog even dweilen. Maar ik denk dat ik dat aan Dwayne overlaat straks als hij thuis is. Dus dat is ook weer gepiept. Of niet dan, Kenzo? Hm? Lekker schoon, hè? Is het huis lekker schoon? Oh, er komt eentje jaloers bij me, die wil ook geëit worden. Nee, niet? Oké. Okay. Ben je er weer, schat? Nou, Dwayne is dus ook weer thuis en ik heb net al gedoucht en mijn sportkleding gelijk aangetrokken. Aangezien ik dus zo meteen ga sporten. Daarvoor ga ik nog wel even langs de apotheek en ik ga ook nog langs de Action. Maar er stond net een postbezorger voor de deur en die heeft een pakketje bezorgd voor mij. En die ga ik nu even openmaken met jullie, maar dan zet ik even mijn camera hier in mijn fruitmand neer. Oh. Ik ga dit pakket openmaken. Deze heb ik net binnengekregen. En dit is een nieuwe
camera die ik heb besteld. Want met mij gaat naar iemand anders. En ik ben heel benieuwd. Een camerahoesje. En dan heb ik hier. Tadam, tadam, de nieuwste Canon G7X Mark II. Ik heb dus nu waar ik mee film, dat is de Canon G7X gewoon. Maar dit is dan de nieuwste, dus de opvolger daarvan. Kijk! Hij ziet er zo anders uit. Wauw, twee moet je kijken. Nee. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het werkt. Je moet me helpen. Hoe krijg ik hem naar beneden? Want ik weet niet hoe het werkt. Toch? Hij moet toch ook alle kanten op kunnen? Waarom moet ik alle kanten op kunnen? Laat zien dan. Het verschil? Nee, je moet het hier houden. Zo ja. Kijk, dit is die oude. Oh. Nou, dit is de oude waar ik nu mee film. En dit is die nieuwe. Ik film nu met mijn nieuwe camera. En ik zelf merk wel echt degelijk verschil. Hij is sowieso een stuk scherper, denk ik. En er zit ook een soort ja, blauwe waas overheen. En dat vind ik zelf mooi, omdat hij wat koeler is dan die van net. Die van net, dus mijn oude camera, die wordt heel snel oranje. Maar deze die heeft dat dus niet. En de focus is ook anders. En je hebt heel veel andere instellingen. Dus je kan bijvoorbeeld face tracking focus doen. Of focus dus dat hij alles focust. Maar ik vind face tracking wel fijn. Want dan als ik zo beweeg, dan gaat hij mijn hoofd volgen met dat vierkantje. Dan gaat het echt zo mee. Dus so far so good. Ik ga natuurlijk in de loop van de tijd wel merken of ik hem fijn vind of niet. Maar er zal niet heel veel verschil in zitten. Behalve dat de scherpte iets anders is. En de belichting dus, zoals ik net ook al zei. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik ga nu naar de apotheek. Ik heb mijn sportkleding dus al aan, dus dat kan ik zo houden. En na de apotheek ga ik door naar Action heel snel. En dan naar de sportschool om een uurtje te gaan trainen. Dus ja, ik ga mijn spullen bij elkaar rapen. Ook even de zooi hier uit de keuken weghalen. De doosjes en zo. En dan kan ik zo meteen gaan. Waarom zit je daar? Dat is niet goed voor je ogen, schat. Kom, ga niet tv kijken. Kom. Ga maar bij Dween liggen. Tot zo. Dag, schatje. Schatje. Nou, ik ben nu bij de sportschool zoals jullie kunnen zien. En ik ben al 38 minuten cardio aan het doen. Ik heb zeg maar zo'n better belly om mijn buik heen. En dat wordt 60 graden. Dus dan ja, zweet je hier onder die band heel erg. En als ik dit heb gedaan, dan ga ik naar beneden om nog krachttraining te doen, denk ik. Ik denk dan dat ik mijn bovenlichaam ga trainen. Sowieso focus op mijn buik. Aangezien ik nu dus sowieso mijn buik met zo'n better belly aan het behandelen ben. Dus dat ga ik zo doen. Nog eerst even volhouden hier op de loopband. En ga ik zo meteen nog een stukje hard rennen. Dan heb ik weer goed cardio gedaan vandaag. Intussen kijk ik naar een vlog van Masha. Dit is haar avond schoonmaakroutine. En ik vind dit echt zo leuk om te zien altijd, zulke video's. Dat ze echt laat zien zeg maar, wat haar routine is om het huis schoon te maken. Ik kan hier echt van genieten. Dus dit ga ik nu even afkijken en dan ben ik al bijna klaar. Ik zit er nu al 38 minuten op. Dus ik moet nog, daar staat apparaat met die hittebron, 22 minuutjes. Dan ben ik klaar. Ik ben weer klaar jongens en ik ben echt kapotje.nl. Want ik heb dus een uur lang cardio gedaan. Niet vallen. Nee, oké, ik ging over een drempel. En daarna ging ik nog even krachttraining doen. Maar ik had nog maar 20 minuten voordat ze gingen sluiten. Dus dat was echt real quick, super setjes en zware gewichten. Zodat ik toch nog een beetje kon verzuren na mijn training. Na mijn cardio bedoel ik. Dus ik heb toch wel weer een goed gevoel over vandaag dat ik ben geweest. En morgen ga ik weer. Morgen ga ik denk ik benen trainen. Benen trainen, zondag, maandag. Ja, dinsdag ga ik ook weer benen trainen met Linda. Dus op zich kan dat wel als ik morgen benen train. Of misschien ga ik morgen mijn bovenlichaam alsnog even goed pakken. Aangezien ik nu haast had. Nu ga ik nog even naar de supermarkt. Want Dwayne die zeurde om lekkere dingen in huis. Ik heb door de week natuurlijk alleen maar gezonde dingen in huis gehaald. Want anders weet ik dat als ik thuis werk. Dat ik continu die la open ga trekken met lekkere dingen. Dus ik heb... ja, ik ben voor mezelf goed streng geweest de afgelopen weken. Door de week is gewoon geen rare snacks en zoetigheid. Alleen in de weekenden. Dus nu ga ik even kijken bij de supermarkt wat voor lekkers ze hebben. Sowieso triple chocolate van Milka.
Wie die nog niet heeft geprobeerd, go get it. Het is zo lekker. Ik laat het zo wel even zien als ik thuis ben. Hoewel ik niet zeker weet of de Jumbo hier in deze straat dat heeft. Dus dat gaan we nog even zien. Ik ben weer thuis en ik ben net echt 100 keer heen en weer gaan rijden. Supermarkt ben ik geweest, daarna ben ik nog bij iemand anders langs geweest. Dus ik heb nog niet eens tijd gehad om te douchen. Maar intussen had ik wel zoete aardappelfrietje in de oven gedaan. En toen appte twee me dat het was aangebrand. Dus die heb ik net kunnen weggooien. Maar intussen heb ik nu gepofte aardappel in de oven gedaan. Dan ga ik het maken met asperges. En ik heb hier nog zalm. Dus dat kan ik dan ook even nu gaan maken. En dan kunnen we zo meteen avond eten. En wat gaan we daarna doen? Boeren. Wat gaan we daarna doen? Ja. Ja, meneertje speelt de hele dag voetbal. Voetbal op die. FIFA. FIFA. Kopauw, hè? Kijk eens, hij is meteen weer rommel. Wie had het beneden opgeruimd? Hé, Pikkie. Hé, Pikkie. Wat gaan we doen zo? Ja. Serious business. Dit is mijn nieuwe camera. Ik heb hem nu op een stukje gedaan. Ik heb een kaartje schermpje omdraaien. Als ik het zelf natuurlijk niet. Even kijken hoe het beeld ziet er goed uit. Kijk maar, veel scherper dan de vorige camera. Nu gaan we lekker eten. Kijk Nisse, kijk Nisse. Zal ik met asperges eten? Of de aardappel? Kijk maar. Nee Nisse, dat kan je echt niet maken. Nisse, dat mag niet. Dat is mijn eten. Moet je me drinken nou? Moet je me drinken? En dan gaan we lekker eten. Lekker. Voede. Lekkere gepofte aardappel. Met daarin een yoghurtsausje met knoflook. En hier dus de asperges en een zalmpie. Gaan we lekker eten. Dwayne en ik eten echt vet weekends met onze flesjes water. Niet smakelijk, liefie. Dit beeld is echt fliek hoor. Ja, beeld is beter dan mijne. Mijn is beter oranje. Niet goed. Niet zo leuk, hè? Jongen, jongen, jongen. Kijk man, vergelijk het een beetje. Oké, wacht. Je mag vergelijken. Dat is mijn scherper. Het is nu 11:30 en Dwayne ligt beneden op de bank te slapen. Nissa slaapt ook, Kenzo slaapt ook. En het is donker, dus ik ga even een lamp aan doen. Wow. En dit is hoe ons bed eruit ziet. De lakens zitten er nog niet omheen, dus dat ga ik nu even doen. Trouwens, al die rommel hier moet ik nog uitzoeken morgen. En dat ook. Dus allemaal schone was. Dus dat is echt niet normaal. Ik ga de vlog maar gelijk afsluiten, want ik ga jullie niet laten zien hoe saai het is als ik mijn lakens vervang. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Het was een zaterdag thuis, dus misschien wat minder interessant. Maar morgen willen we wel wat leuks gaan doen. Want morgen wordt het 20 graden. Dus we gaan nog even kijken wat we kunnen gaan doen. Dus dat zien jullie dan in de volgende vlog. Bedankt voor het kijken en tot